Goedendag, je kijkt naar het schaatsjournaal van Weerplaza van dinsdag. De schaatskoorts begint inmiddels aardig toe te nemen in Nederland. En dat is natuurlijk goed te begrijpen met dit soort nachten. Op diverse plaatsen kwam de temperatuur in de buurt van de min 10 graden. En in Eindhoven kwam die zelfs onder de min 10 graden. En daar hadden we dus voor het eerst strenge vorst deze winter. En dat op de laatste dagen van de meteorologische winter, want 1 maart begint de meteorologische lente. Daar is natuurlijk nog weinig van te merken. Ook onze schaatsthermometer is gestegen. We zijn vandaag naar Slootjes gegaan. En zoals we eigenlijk al vanaf schaatsjournaal nummer 1 zeiden, we verwachten dat we op het niveau van plassen en meren uitkomen. Maar, wat we toen ook al zeiden, de wind is wel een belangrijke factor. Er zijn nog heel veel windwakken, dus op sommige plaatsen is het ijs zeer onbetrouwbaar. En op andere plaatsen groeit het heerlijk aan en is het wel betrouwbaar. Dus zorg ervoor dat je eerst weet of het ijs goed is en ga er dan pas op. Collega heeft vanochtend wat metingen gedaan in een simpel slootje en daar kwam die al op deze verschillen uit. En de schaduwkant 7 tot 10 centimeter, daar kunnen behoorlijk wat mensen op staan. En aan de zonkant 3 tot 5 centimeter. En daar ga je er doorheen als de grote groepen op staan. Dus meen het, wees heel voorzichtig. Voor de zekerheid zijn we ook even bij de schaatsbaan van Houten langs gegaan om te kijken hoe de situatie daar is. Kijken of het gaat werken. We hebben 3 jaar geleden de ijsmeesterscursus gedaan en okay. Al die tijd ligt het al te wachten. Te wachten van, nou, wanneer kunnen we? Nou, we komen hier tot een tweede streepje, dus 4 centimeter op dit moment. Nou. Meer is het niet. Nee. En bij welke dikte gaan jullie open? Minimaal 10 centimeter. 10 zelfs, oh, oké. Okay. Ja, dan is de ijsvloer voldoende om ongeveer 1000 mensen te voeren te dragen. Je zag het net, dan begint hier al te scheuren als ik er nu op sta bij 4 centimeter. Dus dat is niet verantwoord om heel veel mensen erop te gaan laten. En we zien wat sporen staan dat mensen er toch op geweest zijn. Ja, ze durven. Ze durven, maar eigen risico. Nou. En de komende 2 nachten, dan wordt het ongeveer zo'n min 8, min 9 hier. Is dat voldoende? Ja, dat zou een behoorlijke ijsgroei moeten geven, afhankelijk van hoeveel wind er blijft staan. Dus ja, minder wind is sneller ijsgroei. We hebben nog een windwak op de ijsbaan, dus we hopen dat het... Op het randje. Het zal op het randje zijn, want ja, vrijdag gaat de temperatuur weer wat omhoog. Ja, vrijdag blijven we nog rond het vriespunt, is onze verwachting. En zaterdag komt dan de dooi, dus... Misschien zaterdagochtend toch net. Vrijdagmiddag, vrijdagavond misschien kunnen... Ja. Dat er geschaatst kan worden. Nog net op de ijsbaan. Of er absoluut voorhoud. Ja, absoluut. Ja. Veiligheid bovenop. Zeker, ja. In Houten kan dus nog niet geschaatst worden, maar er zijn wel hele mooie dingen te fotograferen. Ik heb al allerlei ijssculpturen langs zien komen. En deze foto is van Stefan van Loon en die is gemaakt op het Markermeer aan de westzijde. De wind blaast de ijsschotsen richting de kust daar en botsen daar tegen het land aan. En je ziet hele mooie pannenkoekenijs, zo noemen we dat, van die ronde platen met aan de zijkanten randjes van sneeuw. Want daar komt af en toe het water op en daar smelt het dan een beetje. Het bevriest ook een beetje en dan krijg je overal eigenlijk van die kraagjes rondom de pannenkoeken. Mooi fenomeen. Ook morgen en overmorgen nog prima te bekijken op het Markermeer. Aan de westzijde, dus aan de kant van Volendam en dergelijke. En hoe ziet dan het weerbericht er verder uit? Nou, voor iedereen die wil schaatsen, die moet het dus morgen of donderdag of vrijdag gaan doen. En dan raad ik zelf natuurlijk aan, met name de donderdag en de vrijdag. Want het ijs kan op sommige plaatsen nog echt wel 1 of 2 koude nachten gebruiken. En nogmaals, alleen als het echt veilig is. Temperaturen zijn tot en met vrijdag nog laag. Maar de wind waait heel fors, dus je moet je warm aankleden. Windkracht 4 tot 6 zorgt voor gevoelstemperaturen 's middags van min 10 graden en lager. En dat is echt heel koud. In de loop van vrijdag verwachten we vanuit het zuiden wat sneeuw. Dat kan met name in de zuidelijke provincies vrijdagavond een dun laagje sneeuw opleveren, 2 tot 4 centimeter. Zaterdag trekt dat dan via het noorden weg. En daarna gaan de temperaturen omhoog en dan is het gedaan met de winterpret. In de nachten kan het nog licht gaan vriezen, maar overdag wordt het 5 tot 10 graden. En dan is dit schaatsjournaal weer voorbij. Maar nu nog niet, morgen komen we met de volgende. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.